Amsterdam is vuil. Toch zeker 's ochtends voor de kuisploegen de wallen en de straten onder handen nemen. Vandaag is inzamelingsdag, dus iedereen zet zijn vuil vandaag buiten. En dat zorgt meer dan vroeger voor veel vuil op straat. Zoals je ziet, er ligt heel veel zwerfvuil. Door statiegeldzoekers, mensen die statiegeldflessen zoeken, die scheuren vaak nog die zakken open. Ja. En ook de meeuwen die naar eten zoeken. Ja. Die scheuren die zakken open en dan krijg je dit, heel veel zwerfafval. 3 jaar geleden voerde Nederland statiegeld op kleine plastic flesjes in. En sinds april vorig jaar ook op blikjes. Om de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan te recycleren. Goed voor het milieu, maar ellendig voor de openbare netheid, zo blijkt. En hoeveel krijg je daar dan voor? 15 cent. Je betaalt 15 cent extra voor zo'n blikje. Dus als het nou 1 euro kost, dan betaal je 1,15 euro voor zo'n blikje. Dat is jouw eigen geld, zeg maar. Ja. Dus als je hem gaat inleveren, krijg je gewoon jouw geld terug. Als je hem weggooit, gooi je je eigen geld weg. En dan gaan de statiegeldjagers ermee aan de haal. We zien ze overal in de stad ronddwalen, op zoek naar flesjes en blikjes. Ook deze vrouw verdient er haar geld mee. This is all yours? Yeah. It's a lot. You've been working hard this morning. Yeah. And you do this every day? One 50 euro. 50 euros? Yeah. It's 50 euros every day? Each day 50 euros no, that you collect? No, every day. Every day. 50 euro. Okay. Not too much the plastic. Deze vrouw houdt het proper, maar vele anderen scheuren de zakken of breken de publieke vuilnisbakken open. En dan zijn er nog de miljoenen toeristen die voor afval zorgen en geen idee hebben van de geldende statiegeldregels. Voor de stad Amsterdam is het sinds de invoering van het statiegeld dweilen met de kraan open. Zij vragen hulp van de Rijksoverheid die de regels heeft ingevoerd. Ja, wij kijken natuurlijk ook naar de Rijksoverheid, maar ook vooral naar de verpakkingsindustrie. En de verpakkingsindustrie is natuurlijk ook verantwoordelijk voor het inzamelen van het statiegeld. Krijgt daar ook geld voor. En dat zouden ze ook weer moeten besteden aan een goede manier van inzamelen. En er zijn nu vooral in Amsterdam gewoon nog te weinig inzamelpunten. Te weinig inzamelpunten voor plastic flesjes en blikjes. Daar klagen ook veel buurtbewoners over. Zoals Zoe. Zij woont in de Jordaan en ondertekende mee een open brief om de situatie aan te klagen. Onze favoriete plek. Met wat lekkers voor de hond, zo te zien. Yep. Het is vandaag geen vuilnisdag. En toch ligt het er. En toch ligt het er. Dus wat gebeurt er zo direct? Komen ze blikjes zoeken? Of de meeuwen komen? Of iemand is boos en gaat ermee aan de haal? Het gaat straks waaien, dan waait het alle kanten op. Dat is geen hogere wiskunde. Heel vaak loop je, ga je naar de supermarkt, neem je wat plastic flessen of blikjes mee. En dan doen ze het apparaat het niet. Nou, we hebben hier 4 supermarkten echt in de buurt. Die waren of stuk of ze deden het net niet of ze werden schoongemaakt. Dat is ook een hele nieuw schermpje. Ik word schoongemaakt, dus ik kan niet innemen. De buurtbewoners vragen de overheid om meer daadkracht, want het gaat te traag, zeggen ze. Ja, dat vind ik heel erg jammer, want het heeft voor ons en voor mij zeker de hoogste prioriteit. En dat zie je ook aan de inzet die we plegen. Maar daarnaast vraag ik natuurlijk ook van de bewoners en van de ondernemers, vraag ik ook hulp. Want jullie hebben zelf kunnen zien hoeveel troep er ook op straat ligt. Zoe en haar buren nemen het heft in eigen handen om de buurt proper te houden. De situatie nu is Amsterdam onwaardig, klinkt het. Maar we betalen wel onze vuilnisdiensten. Ja, het werkt niet. Maar ik heb een ander vak, dus ik weet niet hoe het wel moet werken. Ik zie alleen dat het niet werkt.